Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Hallo allemaal en tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het is voor mij vandaag zondag. En het is zondagmiddag. Het is net 4 uur geweest. Het is nu 5 over 4 ongeveer. En ja, ik begin deze week vlog op zondag, want dat doe ik met een reden. Want ik wil jullie namelijk eventjes iets vertellen. Ik ga namelijk geen volle week vlog van maandag tot vrijdag meer filmen. Ik ga waarschijnlijk een week vlog beginnen. Dus een haar aan mijn gezicht. Ik ga waarschijnlijk de week vlog beginnen op zondag. Dat kan zondagmiddag zijn, zondagochtend, hoe het dan ook ligt. En dan film ik door tot woensdag. Want woensdag eindig ik dan de vlog. Want het zijn dus de 3 stage dagen. Dan heb ik de kans om op donderdag, op vrijdag, op zaterdag of op zondag nog de video te editen. Aangezien ik straks zit met opdrachten die ik thuis moet maken. Misschien huiswerk van school, andere dingen die ik nog moet doen. Heb ik weinig tijd om straks misschien te gaan editen. Dus vandaar dat ik ervoor gekozen heb om dan de stage dagen te vloggen. En dan vervolgens misschien soms wel eens even een donderdag erbij te pakken op school. Maar dan heb ik in ieder geval een lang weekend om daar nog een video van te maken. En dan natuurlijk te editen en te uploaden. Zodat hij de week daarna online kan. Snappen jullie hem nog? Ik film van zondag tot uiterlijk donderdag. En de week daarop gaat hij online. Zodat ik de ruimte heb om te editen. Snap wat ik bedoel? Goed. De reden dat ik ook op zondag begin is omdat ik vandaag eigenlijk heel veel te doen heb gehad. Ik ben lekker bezig geweest vandaag. Het begon vanmorgen vroeg met mijn kamer een beetje recht trekken. Vervolgens ben ik beneden nog wat dingen gaan doen. Toen ben ik mijn bed gaan verschonen. En daar heb ik een Instagram TV van gemaakt. Ik ga namelijk daar ook een beetje actief op zijn de komende tijd. Dus wil je nou weten wat ik allemaal uitspook op Instagram TV? Laat het dan eventjes weten wat je bijvoorbeeld daar wil zien. En kijk ook eventjes in de beschrijving voor mijn Instagram. Want dan kan je dus ook volgen wat ik daar allemaal doe. Voor de rest heb ik dus wat ik net zei mijn bed gedaan. Vervolgens ben ik bladerdeeghapjes gaan maken vanmiddag. En de keuken helemaal gezocht. Ik heb de keukenkastjes helemaal schoongemaakt en opgeruimd. Vervolgens de badkamer nog recht getrokken. Ik heb een paar wasjes gedraaid die ik zo ook moet ophangen. Moet ik ook goed doen. Vervolgens mijn kamer een beetje recht getrokken. Ik heb alles voor morgen al klaargelegd. Een setje kleding ligt hier al klaar. Mijn tas die staat daar al ingepakt. Dus eigenlijk ben ik behoorlijk op dreef vandaag. Zondag is voor normaal voor mij echt een hele chille dag. Alleen nu niet. Ik ben lekker op dreef. Ik heb een lip treatment op. Daar ben ik heel fan van de laatste tijd. Het is een soort wittig spul. Dus het ziet er niet uit als je het opdoet. Het is deze. De SOS Intensive Repair van Kruidvat. Maar ik ga je even laten zien. Als ik hem opdoe, is hij dus wit. Het is dus wit spul wat je opdoet. En er zit een soort bijtend spul in. Maar dat spul laat je lippen dus in één keer mooi kleuren. Dus het is nu nog een beetje wit als ik het opdoe. Maar het is zo alweer weg. Het bevalt me echt heel erg goed de laatste tijd. Het ziet er echt heel gek uit nu alles wit is. Maar zometeen is die kleur weg. Ja, wat ik zo meteen ga doen is mijn avondeten bereiden. Ik ga gehakt braden en daar doe ik allerlei soorten groenten door. Zoals doppertjes, worteltjes. Volgens mij is er ook broccoli bij. Gebakken aardappeltjes. Alles lekker door elkaar. Dan doe ik het gehakte door. Dan heb ik gewoon een kant-en-klaar maaltijd. Dus dat is wel lekker. Nog meer te melden vandaag? Zeg niet. Wat ik jullie nog wel wilde melden. Ik weet niet of ik dat in de vorige vlog heb gedaan. Deze ketting. Ik heb deze ketting afgelopen week gekocht. En ik ben heel blij. Het is een ketting van Ixi. Als ik het goed zeg. I-X-X-X-I. Jewelry. Staat hier ook op de ketting. En deze ketting is dus compleet zilver. Je hebt hem in het rosé, in het goud en in het zilver. En dit bedeltje zat er, tenminste dit bedeltje zat er niet aan. Hij zat een zwarte aan. Maar dit
diamantje. Dus niet de bedel, maar echt het diamantje. Dit kan je eruit halen. En die kan je vervolgens een andere in doen. Dus eigenlijk kan je gewoon wisselen als je wilt. Die bedeltjes koop je los. Deze moest ik trouwens ook loskopen. Ik heb gekozen voor een groene om mee te beginnen. Omdat ik dat gewoon heel erg leuk vond. Maar je kan natuurlijk ook een andere kleur kiezen. Dus ja, ik ben er heel blij mee. Het is een 50 centimeter kettingje. Dus als je zegt van ik vind hem te lang. Dan hebben ze hem ook iets korter. Maar ik wilde deze. Dus ja, je kan die steentjes, die zitten er ingedrukt en dan ingeschroefd. Die kan je eruit halen. En dan kun je dus bijvoorbeeld een andere kleur doen. Zoals zeg je, ik ben die groene zat. Dan kan ik een andere kopen en dan doe ik die erin. Ik vind het heel leuk. Maar tot nu toe wil ik eventjes groen. Ik ben heel erg weg van groen, dus laten we het daarmee houden. En het staat leuk bij mijn ogen. ja, ik ga zo naar beneden. Ik ga de hond even eten geven. Voor de rest nog een paar dingetjes doen. Ik ben nu al bijna 6 minuten aan het kletsen. Dus het is tijd om mijn mond te houden en door te gaan met de komende weekvlog. Goed, ik heb lekker gegeten. Ik heb heerlijk gehouden. Het was echt lekker. Ik had niet verwacht. Ik had nog wel over. Dus waarschijnlijk ik heb het in de tupperwarebak gedaan en in de koelkast gezet. Dus waarschijnlijk heb ik morgen ook nog lekker te eten. Dus dat is wel, wel fijn. Ik heb even een glaasje chudorans ingeschonken. Ik ben heel erg weg van de chudorans de laatste tijd. Heerlijk, I love it. Ik ga even dingetjes voor mezelf doen. Ik denk even een YouTube video gaan kijken. En nog even wat anders. Beetje relaxed. Beetje rustig aan. Relaxed dingetje doen. Kijken wat de avond brengt. Het is nog best vroeg. Ik heb echt gewoon om 4:45 al gegeten. Het is nu 5:45. Ik heb net de keuken nog even recht getrokken. Vaatwasser leeg gehaald. Afgewassen. En done. We zijn klaar nu. Ik ga denk ik lekker op bed zitten. Liggen. Lekker tv kijken. En ik heb eigenlijk echt alles al klaar voor morgen. Mijn eten staat klaar, mijn tas ingepakt, mijn kleding ligt klaar. Ik ben hartstikke goed bezig vandaag. Betekent dat ik er zin in heb en een goede moed in heb natuurlijk. Goed, het is inmiddels later op de avond. Ik heb een kopje thee gezet wat daar staat. En een lekkere jus d'orange alweer. Ik drink mijn ongeluk aan de jus d'orange de laatste tijd. Het is ook niet helemaal gezond volgens mij. Maar ik doe het wel. Ik vind het wel gewoon heel erg lekker. Ik ga even chillen. Ik heb er nog een paar wasjes opgehangen. Ik ga nu even een paar video's kijken. En dan ga ik zo naar slapen. En mijn tanden zo nog poetsen trouwens. Het is 7:55. Het is eigenlijk echt wel de tijd waarin ik een beetje ga afbouwen van de dag. En zo lekker naar mijn bed toe ga. Maar ja. It is what it is. Mijn haar wordt trouwens weer bruin. Ik merk dat mijn haar weer bruin wordt. In plaats van zwart. Weer binnenkort een keertje verven. Maar dat heeft geen haast. Ja. Ik ga lekker mijn ding doen. En zo lekker slapen. Vaak ga ik tussen 8 en 9 wil ik uiterlijk in ieder geval klaar zijn. En dan tussen 9 en 9:30 wil ik... Ja, tussen 9 en 10 wil ik wel gaan slapen. Dus ik heb nog 2 uurtjes. Maar het zijn wel echt de 2 uurtjes waarin ik eventjes helemaal bekom van de dag. En even relax. En soms ga ik eventjes mediteren. Dat ga ik zo denk ik ook nog wel even doen. Vind ik vaak wel even fijn. Gewoon heel even een kwartiertje of zo. Dus ja, dat zijn mijn plannen voor deze avond. Ik ga genieten van mijn kopje thee en mijn jus d'orange. En dan... Ik ga zo denk ik nog even mediteren, tanden poetsen. En dan ga ik naar mijn bed. Ik zie jullie morgenochtend. Stage. Ik heb er zin in. Goedemorgen. Oeh, dat licht staat heel fel. Goedemorgen. Het is voor mij vandaag maandag en de week gaat weer beginnen. Ik ben aangekleed. Ik heb vanmorgen even snel nog gedoucht. Omdat mijn haar helemaal overeind stond. Ik moest er wel wat mee. Dus dat is geregeld. Mijn make-up zit erop. Ik ben aangekleed. Ik heb dit rode shirtje aan van de Only. Broek Primark en schoenen van Reebok. Het is inmiddels volgens mij net 6 uur geweest. Het is echt gewoon precies 6 uur. En ja, ik ben er helemaal klaar. Ik ging 5:30 op en 6 uur ben ik op zich helemaal ready. Mijn bed is opgemaakt. Alles is klaar. Ik red het best goed in een 30 minuten moet ik zeggen.
Ik ga nu naar beneden. Ik ga even wakker worden, een kopje koffie drinken, ontbijtje eten. Dus vaak ontbijt ik niet echt. Vaak neem ik gewoon even een banaan en eet ik gewoon 10 uur. Ik denk dat het ook is wat ik nu ga doen. Ik ga mijn laptop afsluiten, want die ga ik niet aanlaten in mijn tas. Die moet natuurlijk wel mee. Oh, jongens. Echte werk kan vandaag gaan beginnen. De volle week. Ik heb er wel zin in. Ik heb er absoluut wel zin in. Goed, ik ga lekker koffie drinken, ontbijtje eten en zometeen naar mijn werk. Goed, ik ben klaar op stage. Ik loop inmiddels weer richting huis. Bepakt en bezakt. Ik heb naar mijn vermoeden de verkeerde tas bij me. Mijn tas kan nu niet eens bedicht. Het zit helemaal vol. Dus ik ga zo eerst even switchen van tas. Want dit schiet niet op als ik elke dag mijn brooddoos en alles erin moet proppen. Ik heb een vrij goede dag gehad vandaag. Ik had vandaag een cursus slash training over incontinentiemateriaal en verzorgend wassen. Dat was best heel interessant. Er was ook wel informatie dat ik dacht van daar kan ik wel wat mee, dus dat is wel fijn. Maar ja, ik ben nu onderweg naar huis toe. Ik ga zo even Chantal bellen, want dat doe ik eigenlijk altijd als ik klaar ben met stage. En dan is zij ook klaar. En dan kijken we gewoon even hoe het gegaan is op stage. We bespreken wat eventjes. Altijd leuk. Dus ja, op naar huis. Zo eventjes lekker een kopje thee of een sapje met mijn moeder. En dan ga ik zo mijn dingen doen. En mijn tas uitpakken en opnieuw inpakken. Want oh, hij is heel zwaar. Goed, het is inmiddels... Oeh, ik laat mijn pilletjes vallen. Het is inmiddels avond en het is tijd om deze twee kleine pilletjes in te nemen. Ik heb inmiddels lekker avond gegeten, mijn ding gedaan en zo. Maar ik moet wel mijn medicijnen innemen. Dus dat ga ik ook even doen. Ik heb mijn pil die ik moet innemen. En een pijnstilling. Die moet ik niet innemen, die pijnstilling. Maar ik heb last van mijn polsgewrichten en mijn handen. Dus het zekere voor het onzekere. Ja, ik neem pilletjes achter. Ik schrijf en met mijn tand dat pilletje achter om mijn tong en dan slik ik hem door. Anders krijg ik hem niet weg. Die is op. Ik ga heel even gauw mijn gezicht reinigen. En dan kruip ik lekker mijn bed in. Goed, de make-up is eraf. Mijn gezicht is lekker gereinigd. En ik duik mijn lekkere bedje in. Ik ben best wel moe. Ik heb een beetje pijn ook overal. Dus ik weet niet hoe dat komt. Ik slaap de laatste paar nachten niet heel erg lekker. Ik word continu wakker met het idee dat mijn wekker binnenkort gaat. Natuurlijk gaat mijn wekker binnenkort, maar dan word ik bijvoorbeeld wakker om 10:30 s'avonds en dan denk ik, mijn wekker gaat zo, maar dan is het gewoon 10:30 s'avonds. Maar dat gevoel heb ik en dat gebeurt bijna elk uur. Elk uur schrik ik wakker en dan is het van, mijn wekker gaat zo, oh nee, mijn wekker gaat zo. En dan volgens kijk ik op mijn telefoon en dan is het gewoon 2:00 s'nachts. Dat ik denk, ik heb nog 3 uur te slapen. Maar ja, helaas. Soms wil je lichaam niet helemaal uitrusten, terwijl het wel zou moeten. Dus ja, het is 20 minuten over 20. 20 minuten over 20 voor mij nou. 20 minuten over 8. Ach, ik ben nu al moe. Ik ga vroeg slapen. Dan zou je misschien denken, waarom ga je zo vroeg slapen? Omdat ik 's nachts dus bijna niet slaap. En ik wil een beetje uitgerust zijn. Ik ga mijn wekker zetten. Ik wil zoveel mogelijk slaap pakken wat ik kan pakken. In de hoop dat ik lekker uitgerust ben morgen. Ik ga niet op mijn telefoon kijken of dingen checken nu. Die leg ik aan de lader en dan ga ik slapen. Ik zie jullie morgenochtend. En by the way, alles is al klaar. Mijn eten is klaar. Mijn kleding ligt klaar. Mijn tas ingepakt. Dus
morgen gewoon mijn ding doen. En dan ga ik een stage. Ik heb er wel zin in. Ik vind het wel leuk. 'S Morgens als ik wakker word, denk ik, oh, zo vroeg, ik wil niet. Maar als ik helemaal uit ben, dan heb ik er wel echt zin in. En vind ik het gewoon leuk om naar mijn werk te gaan. En dat is een gevoel dat ik een behoorlijke tijd niet heb gehad. Dus als ik het over stageplekken heb dan. Dus daar ben ik blij om. Maar 's morgens en 's avonds een beetje verkouden. Ik weet niet hoe dat komt. Het schijnt door de droge lucht te komen. Volgens mij is die heel droog, want ik ben altijd verkouden als ik hier in mijn kamer loop. Dus ja, ik ga lekker slapen. Ik heb alles ingedaan wat ik in moest nemen. Tanden zijn gepoetst, gezicht is gedaan. Het is tijd om naar bed te gaan. Goedemorgen. Het is dinsdag, ik ben wakker. Ik ben eigenlijk kleed. Ik heb mijn skincare net gedaan, mijn gezicht gedaan. Ik heb dit shirtje met halve mouw aan. Volgens mij heb ik dit ooit een keer op een markt gekocht ofzo. Zwarte broek en nog geen schoenen, maar ik doe gewoon mijn roze een Reebok aan. Ik ga mijn make-up doen. En dan ga ik verder mijn ding doen. Het is nog niet eens kort voor. Dus het is nog best vroeg. Maar mijn bed is al opgemaakt. Dus het gaat echt goed. Ik heb echt best wel redelijk geslapen vannacht. Dus daar ben ik blij om. Dus ja, ik denk dat ik maar gewoon een beetje op tijd naar mijn bed moet. Gewoon om 9:30 uur erin. Slaap ik wel redelijk goed. Goed, ik ben klaar. Make-up zit erop. Verder ben ik gewoon helemaal ready en aangekleed. Het is inmiddels 7 minuten over 6. Ik ga naar beneden. Ik ga koffie drinken. Ik ga niet ontbijten. Ik ben heel misselijk. Dus daar wacht ik even mee. Ik ga wel naar beneden en mijn spullen pakken. Goed. Ik ben inmiddels thuis en ik heb best een goede dag gehad vandaag. Het was nieuwe collega's, merendeel. Dus dat is leuk. Ik heb nieuwe dingetjes gezien en geleerd. Maar nu ben ik thuis en is het tijd om de was even op te ruimen. Mama heeft lekker de was gedaan en heeft alles neergelegd hier wat gewas is. Dus ik ga het even opvouwen en in mijn kast leggen. En daarna ga ik naar mijn opa en oma, want hun hebben schijnbaar een andijvieschotel gemaakt of zoiets. Mijn wenkbrauwen zien er niet uit. Ze hebben schijnbaar een andijverschotel, overschotel gemaakt. En ze hebben heel veel over gisteren. Dus dat ga ik opeten bij hun. Why not? Dus ik ga nu, ik heb mijn brood klaargemaakt vanmorgen. Mijn spullen liggen hier. Hier. Die ik in mijn tas moet doen vanavond. En ik hou even dat op, zodat alles in ieder geval recht en netjes is voor morgen. En dan ga ik naar mijn opa en oma en dan ga ik daar eten. Want het is nu al 5:30. Ik was 4:10 als ik thuis, dus ja, ik ga dit opruimen en dan ga ik hem openhouden. Goed, ik loop inmiddels richting mijn opa en oma. Het is super lekker weer. Ik heb gewoon mijn dunne jasje van de Shein aan. Met het bont hier aan de mouwen. Maar dit is echt een heel dun jasje. Het lijkt een winterjas. Maar het is heel dun. Super lekker. Voor het weer zoals dit is het echt super chill. Ik heb mijn eigen flesje jus d'orange bij in plaats van water. Vaak bij het avondeten is tegenwoordig bestandig 's morgens. En bij het avondeten 's avonds drink ik vaak jus d'orange. Omdat ik vaak niet heel erg aan mijn vitamines kom. Ik eet misschien één banaan per dag of zo. Of een kiwi of een appel, een stuk fruit. Dus natuurlijk net niet genoeg. Dus vandaar dat ik s'avonds en 's ochtends jus d'orange ging. Dat ik toch nog een beetje vitamine binnen krijg. Maar ja, ik ga nu dus onderweg naar mijn opa en oma. Oh, goedemorgen allemaal. Het is voor mij vandaag woensdag. En ik ben wakker. Ik ben een soort van een beetje opgestart en gedaan. Ik heb nog lekker gewassen, mijn skincare net gedaan. Ik ben aangekleed. Het licht staat heel fel. Dus ja, ik ga mijn make-up doen. Dat ligt hier allemaal netjes uitgespreid. Dus dat gaan we dan ook maar doen. Ik heb vandaag trouwens weer mijn letterketting aan. Met de letter K. Gewoon even weer wat anders. Dat gaan we maar doen vandaag.
Het is inmiddels avond. Het is woensdag. Ik heb lesmiddag gehad. Het is best goed gegaan. Het was best leuk eigenlijk ook wel. Maar ik slaap niet alleen. Jullie raden het misschien wel. Chantal slaapt hier vanavond. Ik ga zo wel lekker slapen. Ik ben wel moe. Dus het is wel tijd om lekker mijn ogen dicht te doen. Even kijken hoor. Ik krijg een berichtje van mijn moeder. Daar reageer ik zo op. Ik ga in ieder geval lekker slapen en ik neem jullie morgen gewoon ook nog mee. Extra dagje. Goedemorgen. Bij is net gegaan. Het is 7:15. We zijn allemaal nog heel moe. Ik ga maar even klaarmaken, mijn ding doen en dan gaan we over een half uur naar school. Terwijl de camera wil niet focussen, dat snap ik wel. Ik zie er ook niet uit. Maar goed, dingen doen. En naar school. Ah, fijn. Top. Let's go. We moeten ook gewoon naar school, hoor. We zijn op school. En we doen helemaal niks. In totaal hebben we nu 3 uur gehad. 3 uur? Ja, 3 uur. We doen helemaal niks. Echt helemaal niks. Ik dacht eerste uur, we gaan gewoon lekker ons ding doen, maar we doen helemaal niks. Deze heeft ons gemist. We doen echt helemaal niks gewoon de hele dag. Het is dus allemaal maar doe maar dingen voor jezelf. Ga maar dit doen, ga maar dat doen. Het slaat echt helemaal nergens op. School begint, maar wij schijnbaar nog niet. We zijn aanwezig, maar daar heb je alles mee gezegd, want op YouTube en we doen Netflix en Spotify en al die shit en we doen alles behalve dingen over school. Wat heb je gemaakt? Oei! Deze is van mijn bezig. Check dit. Hoe is je met Brooklyn? Yes! Moet je? Leuk. Ja, die is leuk. Doe maar. Kan ik die om mijn telefoon doen en nooit meer eraf halen, anders raak ik die andere weer kwijt. Hè? Dan doe ik hem om en nooit meer af, want anders raak ik hem kwijt. Hoe is je bestemd? We zijn niet goed. We zijn echt niet goed. Ik heb net lumpia's gegeten, maar ik heb het gevoel dat alles wat tussen mijn tanden zit, is maar niet zo. Maar zullen we die doen of met een sixpack? Ik zou die doen. Die andere foto is wazig. Ja, daarom. Ik zou die doen. En ik heb zo'n Brooklyn. Ik kon een stomme gat in die telefoon, maar er zit gewoon een zwart plaatje achter. Ik zie dat blauwe ook niet. Goed idee. Oké. Okay. Maar goed, we doen dus verder helemaal niks. Dat zie je me niet. We doen het helemaal niks. We zitten nu in het OLC, in het open leercentrum. Waar we niks leren. Oh, noemen ze die dingen zo. We doen niet, doen niks. Ik zit gewoon lekker workshop te kijken op vol volume. Ja, maar kijk. Tada! Oké, fuck school. We zijn les uitgegaan. We zitten nog wat 3:15. Voor school. Maar echt deze. Niet te veel, want dan moet ik het eruit bleuren. Maar echt, we zitten nog wat 3:15 in die les. Het is kort voor 2 of zo. Ik ga weg. Ik ben er klaar mee. Dit is geen school, jongens. Eerste dag school. Kom op. We doen niks. Doe maar dingen voor je eigen. Hallo. Ik heb andere dingen te doen in mijn leven, hoor. Ik moet een beetje hangen op school. Brook. Nick. Jack. I'm too busy for your business. Go find a guy who wants to listen. And if you think I was born yesterday, then you've got me. Mikey begint volgens mij nergens. Nee. Never be the same. Mikey! Mikey begint hier. Nee. Ja? Must it never come wrong? Oh, Jack! Jij bent jeugdvol overtuiging, Mike. Nee, was Jack. Oh, en dan komt Nike. Juist. Finesse.
Oh, don't we look good together? Right. Nee, Jack. Oh ja. There's a reason why we watch all night long. For you. I'll be there. Right. Yeah, I'll be there for you. Right. Nee, Brooklyn! Brook, 100%. Yes! I'm alive. Inside your beautiful something so unusual. In your eyes, I know I'm home. Yay! Endgame. Right. Nee. Ja? I wanna be your Andy. I wanna be your Andy. 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 I wanna be your first train. I wanna be your 18. I wanna be your Engel. Daar heb je Big dan, reputation. Na Brooklyn Dry. Yeah. Zo was de volgorde. Wolves. Rye. Rye begint in Wolves. Ja. 100%. In your eyes, there's a heavy blue. Yay! You want to love and want to lose. Sweet device, a heavy truth. Water or wine, don't make me choose. I wanna feel the way that we did that summer night. And then I come. Oké, afgelopen. Hebben we nog eentje? Is leuk. What's the next? One point, ten rounds, it's okay. Okay. Maar wie het... Huh? Wat is deze nou? Is Jack. Oh, wie er na zingt? We feeling what it was a night long, it was a night long. Oh, fuck, I don't know. All night long. Right. Huh? Don't we look good together? Right, yeah. Oh, don't we look good together? Oh, yeah. Oh, yeah, Tennis River. That was it. Yeah, right. When I'm walking with you. Something so unusual in your eyes. I'm arriving home. Andy. Yeah. Nee. Right. Nee. Het is een lage stem. Het is Mikey. Right, denk ik. Nee, Mikey. Oh ja, Mikey. Er komt een lage stem naar Brooke. Zie je? I'm a prisoner of finding your guys. Big reputation. Oh, you and Mary got a big reputation. And I heard about you. Ooh, you got a bad ones too. You so dope. Don't overdose. I'm so stoned. Jack. I'm Jack. Ja, dus die vergeet ik nooit. Jackie boy. En dan komt Rai. I know that there's a place for us, for we are glorious. Andy. The sharpest words when you got me down. Ja. Andy fucking Fowler. Yes. Why? Andy still the same. Andy. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna set a flood for a drown amount. I am brave, I am cool, I am cool. Right.
Nee, Brooklyn. Have you got no friend? You're looking in the urine above my door. Still in the morning. Na, 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 na. Zie je? Zie je? Heb je toen een cijfer? Dan gaan we naar de maat. Dan doe je je auto. Hoe is dat dan als je hem hebt gewonnen? Hoe is dat dan? Dan hebben we naar de goal. Dan heb je toen een cijfer. Hé, papa is in de cijfer. Dan gaan we naar de maat. Wie komt er naar Rij? Rij gaat lang door. Maar hoe is dat dan als je hem hebt bij de boot? Dan kom ik dan niet wel, maar voordat ze naar de boot zijn. Dan heb ik Andy. Ja. Ja, ik zou stil zijn in de kantine? Niemand is stil in de kantine, ik ook niet. En I know it ain't pretty. Mikey komt hier naartoe. Volgens mij Mikey. Ja, toch? Ja, Mike. Yay! Oh, jullie hebben een leuk jasje aan. Wie komt hier nou dan? You call me oftenly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my song. Well, I'm too busy, be your business. Go find a guy who wants to listen. And if you think I was born yesterday, then you've got right. Me. So, because you love, you don't need to love. Right, toch? Ja. Defo. Ja, dan. Ja, met jou, met die lekker rond met diegene als je. Diegene als kanarie. Next, schud op. 9. Hier hebben we nog 1. Jack begint. I've been moving kind of like trouble with me. Jack. Rye. Jack. Rye. Jack. Ja, maar Jack begint, toch? Of begon Andy? Ik weet het niet. Nee, Jack begint. Zie je? Ja, maar het was toch wie... Ja, maar ze waren gewoon aan het zingen. Don't pull up at 6 a.m. You know how I like it when you love it. Ja. Jee, laatste. Andy, Nina. It's you, babe. It's you, babe. And I'm stuck up by the way that you move, babe. And yeah, now it's time to run. Just wrote your number by singing. Remember sing by the lowered voice. Je moet raden wie het is.
raden wie dit is. De voice, de stemmen zijn gelijk. Andy. Andy. Dit is leuk! Jack. Dan weet je gewoon aan dat stukje. What are you doing Friday night? Jack. Jack. Where have you been, my little boy? Yeah, it is Brooke. Brooke. I've got a tiny tank ride a bike. Take my hockey ride. Jack, kan speak. Is je accent? Ja. Jack. Languages I can't speak. Andy. Whoa. And I know it. Andy. En daarna komt stukje weer. When we're doing that thing we do. London to Mexico, it all is the same to me. I love your money. Brooke? Brooke, thank you. London to Mexico, it all is the same to me. I love. Yes. Taking my chances. Take my Jack. Right. If we didn't go. Hè? Jack. Ja, maar hij wordt afgekapt, want daarna is het wel right. Ja. Didn't go. Right. Yeah. I'll be at your back door with my skinny white jeans. Jeans, go you know it. When we're doing that thing, you should pick up the phone at a quarter to three. Oh, oh. Just a road trip member by sweaty type of jumper. Kleding, oh, neto. Yeah, that's nice. I wanna be your first day. I wanna be your NG. I wanna be your NG. Brooke. Yeah. Name Mikey. Brooke. Hey. And you heard about me. Ooh. I got your big enemies. Big reputation. Mikey. Oh, you and me would be a big conversation. Ah. You're so dope, don't overdose, I'm so stoked, I need those, we the most, Mikey, whipping the boat. Jack, nay, Brooke, Brooke, you're so dope. I'm on Broadway, whenever you need me.
Jack. Bloesje, hè? You love it, I love it, you love it. And when we turn it up, it's just you and I. I don't wanna touch you, I don't wanna be. Just right. You don't wanna miss me. I don't wanna miss you. I don't wanna miss you. Like the other guys. I don't wanna hurt you. I just wanna be. Drinking on a beach with you. Right. Yeah. I know what they all say. I know what they all say. Yeah, they can go. Waarom doet hij die nou opvallen? Right. Nee, maar hij. Ja. Right. Dit ging wel. Right. Yeah. I don't wanna touch you. I don't wanna feel you. Just another night. You don't wanna see. I don't wanna. Huh? De laatste dag van de week. Ik zoek een leuke beker om mee te drinken. Die is goed. We zijn inmiddels op de goede. Chantal heeft gisteravond toch een nachtje bij me geslapen. Dus dat was wel fijn. Ik neem een kop koffie. Ik neem zo onze spullen mee. Moet jij nog een kop koffie? Ja, we gaan zo naar school. We hebben van 8:30 tot 16:00 de les. Dus dat valt nog allemaal mee. Oh ja, 16:00. Nou, maakt het uit. Maar ja, het valt mee. We hebben wel dezelfde docent vandaag. Dat is dan wel weer een beetje, nou ja, niet jammer. Maar wel dat ik denk van ja, zitten we dus de hele dag met dezelfde docent opgeschreven. Ik denk dat we dat ook wel op een gegeven moment zat worden. Maar goed, het is wat het is. We kunnen er weinig aan. Andere, ik ben inmiddels trouwens lekker aangekleed. Ik heb make-up gewoon gedaan. En gewoon een simpel outfit, shirtje. Ik weet niet of die van is. Vestzene. Broek is trouwens echt leuk. Want er zit zo'n soort hele gekke, hoge groep. En er zitten lijnen in die broek. Broek komt bij New Yorker vanavond afgeprijsd voor tientje doen. Dus dat is wel leuk. En ja, ik ga koffie drinken, spullen bakken. En dan gaan we naar school. Oké, inmiddels hebben we een tussenuur. Het is bijna voorbij, over een paar minuten is het voorbij en we staan nog steeds in het centrum. In het tussenuur gaan we tegenwoordig niet meer op school hangen, maar we gaan lekker het centrum in. Juist. En ja, dan ga je geld uitgeven, wat niet een heel goed plan was. Maar goed, dat geeft niks. We gaan in ieder geval zo wel naar school en dan ook dat we net op tijd in de les zijn. We hebben 2 uur WMO, geen idee wat het inhoudt, geen idee wat het is. Ik weet alleen dat de docent echt kut is, maar goed. Juist. In ieder geval gaan we zo naar school. Laatste 2 uurtjes en dan zijn we klaar. Ja, en dan hebben we weekend! Yay! Yay! Ik zit in de les. Ja. Ik doe niks. Ik doe helemaal niks. Ik doe echt helemaal niks. Het is saai. Ja, dat is saai. Ik niet. Chill. Ik ga jullie zo blijven. Ik heb de hele les zo zitten. Goed, ik ben inmiddels thuis. Op school was het echt super saai. We hebben gewoon bijna geen les gehad. Dus ja, dat was weer een hele rustige dag. Ik ben inmiddels al een tijdje thuis. Ik heb avond gegeten. Chantal is inmiddels naar huis, want het luchtbed is ook al
helemaal ingeklapt. Ik ben me eigen aan het omkleden. Ik ben mijn schoenen aan het losmaken. En dan doe ik een pyjama broek aan. Jongens, ik heb weinig gedaan op school deze week, maar toch ben ik heel moe. Ik weet niet waarom, ik denk dat er toch wel veel informatie weer was en toch weer even wennen was omdat ik om dan weer op school te zijn. Maar ik vind het daarentegen toch op zich wel heel zonde dat we nu 2 dagen tot super laat op school hebben gezeten. En eigenlijk gewoon helemaal niks hebben gedaan. Weet je, je gaat naar school om dingen te leren, je gaat naar school om dingen te... aan dingen te werken. En dat wordt gewoon niet gedaan. En dat vind ik, dat gaat me steeds meer irriteren. En eigenlijk is het nu gewoon van, joh, hè, laag gaan en even doorbijten. Maar het feit dat je op school zit en gewoon niks doet. Dan denk ik bij mij van, wat doen we dan, weet je? Thuis kan ik ook niks doen. Dat hoeft niet per se op school. Kan ik ook thuis. Dus dat is wel iets wat me gewoon heel erg irriteert. En ja. Ik wil echt wel eventjes anders gedaan moeten worden op school. Want als het volgende week weer zo is. Dan ga ik echt serieus naar de directrice toe. Om te vragen of het normaal is dat we geen op school zijn en geen les krijgen. Maar ja, goed. Ik ga met moeite mijn broek uittrekken. Die zit heel strak. Dus dat wordt nog leuk. Maar ik ga de vlog eindigen. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. Natuurlijk een blauw duimpje omhoog. Abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En laat ook een reactie achter. Als je nog leuke ideeën hebt voor vlogs wat ik toevallig kan doen. En ja, dan zou ik zeggen. Dan zie ik jullie volgende week bij een nieuwe weekvlog. Doeg!